kijken. Zo, what the fuck, ouwe. Even kijken hoor. Yo, Pedro. Even kijken. Yo, boys. Eens kijken. Even poekoetje op. Yo, strijder. Yo, jongen. Jij bent een strijder, als je er weer bij bent. Gaat alles aan de kant. Even kijken. Twee... Lekker hoor. Gaan we eens even kijken. Yo, Jaden, jongen. Jaden, man. Vanavond Heracles, toch? Vanavond Heracles. Of niet? Yo, Daniel van den Burg, welkom in de stream. Even kijken, jongens. Een paar dingen. Oh, is ik wat dingetjes verkocht. Oh, lekker. Kan ik even erop zetten. Fakka, bro. Yo, jongens. Yo. Hidden de Wind, welkom allemaal. Even kijken, we gaan even wat packs openen en... Een beetje van alles. Een beetje handelen, een beetje teams beoordelen, een beetje rivals misschien. Even kijken, dit is ook weer San Antonio, hè. Ik wil eventjes alles tegelijk. Dus we gaan ervoor. Yo, Hazi, lekker jongen. En zo, even kijken. Ik zag dat er ook een paar SBC's nieuw waren. Niet heel veel geweldigs, maar wel, ja, wel wat. Dus we gaan ook even naar kijken. Ik gooi eens even deze twee even snel erop. Ik kan even coins pakken. Ja, van tegen wie moet Heracles ook weer tegen RKC, toch? Of niet? Hoe laat weet ik even niet. Wordt over 2 uurtjes gewoon prima, kan niet één. Oh, wat heb je dan? Oh, dat is wel kut, man. Wat heb je precies eigenlijk? Succes, man. Joris Hovens, yo. Kom party. Kan wel zo meteen, man. Eventjes, even rustig. Hoe laat word je geopereerd? Kijk, ik vind het SPC wel. We gaan even kijken wat het allemaal is. Kijk wat ik allemaal in mijn winkel heb ook. Ik heb al een paar SPC gefixt. Oké, deze gaan we snel doorheen. Deze stellen niet zoveel voor. Vier verstandskies eruit. Nee joh. Hoe oud ben je ook weer, Pik? 14? 15? Vier verstandskies eruit. Wow, yo, ik heb er gewoon nog. Ik heb nog geluk. Een uurtje online halen. We kunnen sowieso nog wel party deze stream. Komt goed, maat. Vanavond speelt Heracles de week tegen XC. Ja, man, klopt. Klopt. Klopt helemaal. Morgen moet ADO pas. En gisteren was Vitesse die won. Dat ik weet. Nu denk ik morgen goud 1 rewards voor je. Ja, morgen ga ik sowieso rewards streamen. Beetje vroeg, denk ik. Ik probeer 11 à 12 uur, maar ligt eraan wat chill is met mensen die op school zitten en zo. De planning is wel 11 à 12 uur. Dus ja, als ik rewards omgoog van mensen laat vooral weten. Wanneer is de bekerloting? Dat weet ik niet, man. Ik denk gewoon na donderdagavond of vrijdag. Denk ik. Meestal is het altijd gelijk daarna. Dat ik weet, hoor. 14 en 4 instanties eruit. Hoe de fuck kan dat? Ik was gisteren, nee, eergisteren bij tandarts, maar bij mij was gelukkig nog allemaal goed. Sterkte, man. Nee, wanneer je wakker wordt. Nee, maar ik ga dit keer wekker zetten. Ik ga dit keer wekker zetten, man. Want het is ook beter om meer in ritme te komen. Maar vorige week ging het inderdaad niet goed. Kijk, ik heb weer wat verkocht. Lol, die Sar gaat van Jekko, man. Die wordt de hele tijd verkocht. Yo. Dan, gratis coins. Even naar club. Nee, sowieso. Ik heb dit weekend ook niet zo'n hele goede score gehaald. Vorige week had ik Elite 1. Was ik nog wel een beetje hyped. Nu heb ik, ja, niet zo heel hoog. Elite 2. Dus dat is jammer. Maar ja, misschien krijgen we nog wat leuks. 4 uur, ben benieuwd wat team op de week wordt. Zie ik daar nog de e-sport van ADO? Zeker. Dat zie je zeker. Danny Isma van Vieira of MLP of Neymar? Jury. Ik denk voor... Sowieso neem af MLP, man. Want voorin is wel belangrijk dat je goede spelers hebt. Viera is nog wel te vervangen door een Kante of zo.
Ik zal denk ik sparen voor Neymar, man. En daarna Mbappé. Maar, ja, je moet wel Mbappé of Neymar sowieso. Kijk, pop deze. Welk team had je deze week? Hoe bedoel je? Oh, met welk team ik speelde? Ik zou wel even laten zien. Ik doe even deze snel op. Ik speel nu met een team voor Rivals. Ik ben nu die Rivals punten aan het halen van Icem. En dan moet je 7 first owner. Dus ja, dat is een beetje hoofdpijn. En mijn team voor in de Weekend League is deze. Is op zich wel prima team. Ik ben aan het kijken om... ik ben aan het sparen voor Fernand, denk ik. En ik ben aan het sparen voor... Voor misschien 88 Viera of een nog betere. En zijn sokken moet er ook uit. Maar ja, dit zit voorlopig. Ja, snap ik. Joris ook eerst voor. Ik had eerst zelf geloof ik ook eerst MLP gehaald. En daarna Neymar. Kijk, we hebben een paar SPC's staan hier, hè? Ja. Yo, Nick Fut. Ik had even zo die geavanceerde gedaan gisteren. Deze. Moest ik die no-lose glitch doen. Was echt zwaar hoofdpijn, jongen. Maar ja, zeldzaam mega pakket. Puzzelmeester. Kijk, alles ingevuld. Ja. Volgens mij krijg je. Ja, zeldzaam mega pakket. Maar volgens mij krijg je niet zoveel wat je alles hebt verpoort. Volgens mij krijg je coins. Competitieland, de hybrid. Gaaf zit. De meeste mensen hebben die al gedaan. Ik ben altijd laksje. Oh, 13k nog. Lol. En een tenuutje. Waar ik helemaal niks aan heb. Volgens mij heb ik nu alles geavanceerd gedaan. Behalve die. Maar die is volgens mij overprijsd. Weet iemand dat? Of deze overprijsd is of niet? Nou, in ieder geval, ja. Als het niet is, dan kan ik die nog wel maken. Waar kan ik team sturen naar mijn PSM, man? HC 96 staat hier, nou, in beeld. HC 96. Geen Trent Alexander-Arnold in vorm, nee, man. Beetje overprijsd, denk ik. Ik weet niet, ik vind Walker wel chill of Cancelo. Ik weet niet zo van gelijk van in vorm. Ik vind Semedo eigenlijk ook gewoon goed. Dus ja. Nee, dat vind ik een beetje onnodig. Ja, overprijsd, ah. Maar kan ik me inschrijven om e-sport te worden bij ADO? Lastig, lastig. Ze hebben nou al eentje. Je kijkt er echt tegenaan. Even kijken wat dit allemaal is. Die 120k, wow. What the fuck? Die dorpjes is ziek. Ja, klopt man. Maar ik moet zeggen... what the fuck? Gouden spits, ik zeg 3. Dat Son niet heel veel slechter is hoor. Dorpjes is wel beter, maar die Son is ook goed man. Even kijken. We gaan deze even proberen. Wacht, ik ga eerst nog packs openen, dan heb ik meer spelers. Dan gaan we zo proberen die andere. Voor Virtual. Ja, ik vind Virtual, ik weet niet, want ik ga hem denk ik binnenkort eruit halen. Raar maar waar. Wat is dit dan, joh? Nu staat hij op 7-8. Ja, klopt. Virtual staat op 7. Komt omdat ik Wijnaldum daar... Ik had Wijnaldum in plaats van Sissoko, alleen die heb ik weggedaan, man. Maar ik ga in deze weekly nog een beetje wat dingen aanpassen, man. Maar kijk, morgen even. Het ligt eraan wat ik morgen pack ook. En we, misschien pack wel een gekke rode. Hé, hey, we hebben een border. Oké. Okay. Volgens mij is het untradable. Spaans. Doelman. Casillas. Oké. Okay. Feliciteer nog met Adam, man. Thanks. Hoeveel is Joao Moutinho? Ik kan even voor je kijken, man. Maar ik heb geen idee. Ik kan wel even voor je kijken. Joao Moutinho, zei je. Moutinho. Zo, het is trouwens fucking koud hier. Moet je ook de verwarming aan. Zo, draai voor als een gek. Even kijken. Moutinho. Die zou wel 2-3k zijn. 84. Ja, 2-3k. Ja, 2500 man. 2500. Even kijken. Hebben we nog een beetje packs? Of... Oké, deze... Oké, okay, we hopen nog wel nog een van die. We gaan die SPC's proberen. Ook al wordt dat puzzelen. Hmm. Ik heb 10 gestuurd, ik ga even kijken, maat. Nee joh, dubbel. Oké, okay, prima. Wat voor speel je morgen bij Fortuna ADO? Ik denk dat we 1-3 gaan winnen, man. Wat denken jullie? We pakken ze. Of niet, wezen. Even kijken, team beoordelen. Ik heb wel vertrouwen. Nu na de overwinning van het weekend. Even de stijgende lijn doortrekken. Jaden Winters, zo.
Aardig teampje, vriend. Playpick geluk. Asimelo is denk ik wel lekker. Die andere valt mee. Auba. Ja, dat is een lekker team. Nou, wat kan je verbeteren, maat? Alleen Kante denk, man. En sparen voor een andere LM. Die command vind ik niet zo goed, man. Maar ja, dan kom je al gauw bij een Sané of zo, weet je wel. Zoiets. Sané of je doet Mendy en dan linksachter. Die vind ik beter, denk ik. En dan links met Franse LM. Maar die weet ik even niet uit mijn hoofd, man. Tjonge, Voglander. Ik heb nou stress. Ja, man. Moet een beetje blijven spelen, toch? Een beetje gamen. 0-2. Ja, denk ik. Dat is wel zaak. Zo. Hij mist gewoon nog één minuut over die laatste speler. Wie zou ik halen? Ik zou Baby Blank halen, man. Oh, die heb... Oh, als je 4-1 speelt, is dat fucked up, trouwens. Ja, ik zou Blank halen. Maar ligt aan welke opstelling je speelt, man. Dan Pelouris. Ligt aan je opstelling. Oh, even kijken. Ik heb nog even deze Nicky. Als je in de chat bent, Nick, geef even aan. Want je speelt met Pogba en Kanté. Dus ik denk dat je al 2 CDM's hebt. Geen WikiLeaks tot nu toe. Zo, een beetje onscherpe foto, maat. Maar, ja, prima team. Ik zou sparen voor... ik zou Lengner halen, man. En een Semedo rechtsback. Oké, dan gaan we nou even een SPC'tje doen. Daarna ga ik verder. Doglies. Ja, Doglies is lijp, man. Is Poelie zo? Want het was een goede investering. Geen idee, man. Oké, ik ga nog even... Oh, speel 4v2. Oké, even kijken. Even kijken. Zo, de heek. Zo, je hebt Ronaldo, vriend. Heb je die gepakt of niet? Of heb je al je coins in Ronaldo gestopt? Lijp, jongen. Ik zal linksback Sandro halen. En misschien Mattis in plaats van Insigne. Je ligt daar ook je beter vindt. En uiteindelijk rechtsachter misschien nog een betere. Maar ik weet even niet de competitie. Ronaldo is wel lijp, man. Of ik zou gewoon sparen voor een Eiken, man. Maar voor lijp team, jongen. Even kijken, je speelt 4v2, hè? Dan moet je nog een spits hebben. Maar het is kut dat je die CVM hebt. Dan weet je, het is AAD3. Iedereen heeft al natuurlijk loopt op te investeren. Dus ik denk niet dat het handig is. Dus je moet eigenlijk, die speelt met denk ik met Hazard op links, dan ben je op rechts, spits, ben jij, dan moet je eigenlijk nog een spits hebben. Die is CM linked. Dan zou ik, ja, goede vraag, man. Ik zou misschien Pogba op CM doen. En dan kan je op Kam bijvoorbeeld Lacazette doen, man. Of een Frans, elke Franse, weet je wel. Want nu door... Want als je Pogba op CM doet, die linkt nog goed door de kant heen. Is Pogba op CM dan op Kam Lacazette of zo, man? Anders weet ik het ook niet. Even kijken. Ik ga nou proberen die... deze te proberen. Ik kan wel MLP, zie ik. Ja, kan ook, man. Kan ook. Ronaldo een tradable gepakt. Oh, joh. Leidt Eusebio. Lekker Markie. Ga je morgen weekend een keer streamen of niet? Pik. Kijk, Ierland of Schot? Ierland of Schot? Heb ik die? Uit zijn zoeldoelstelling level 23. Hoi, hoi, hoi. Leef er bijna de verkeerde in. Oké. Okay. Die komen we algemeen. Oh joh, deze is makkelijk. Denk ik. Zou je zeggen dat die makkelijk is? Volgens mij is deze makkelijk, man. Zul je zien dat ik nog verkloot ook. Shuma Ashimi. Ben je wakker, jongen? Ben je wakker, neef? Even kijken. Ja, jongen. We gaan even live. Ik verveelde me toch. En ik had nog een paar packs. Ik denk, ja, die gaan we gezellig openen, toch? Even kijken. Oh, los Chinees. Oh, ik heb rood. What the fuck? Oké. We gaan er wel wat van maken. Gaan we weekend nog met Mark? Gaan we nog weekendelijke woordjes met Mark zien? Ja, ligt aan hem. Als hij met mij nog wil, dan is hij altijd welkom. Ik ben alleen daar niet meer welkom, dus ja, dat is het probleem. Maar misschien, wie weet. Ik vond het altijd wel gezellig met hem. Even
kijken hoor. We gaan gewoon even als een jekko er doorheen, joh. Hoe is MAP? MAP is lekker, man. Ik gebruik hem links buiten in 4-4-2. Maar MAP is wel lekker. Ik vind alleen... Neymar is misschien beter. Maar MAP is ook wel fijn, hoor. Kijk, het moet toch niet... Ik kan me inleven, joh. Kijk, ik ga denk die linksback nog eventjes houden, man. Want die is een beetje overprijsd, deze twee. Hebben jullie misschien tips voor investeringen? Ja, ik doe een rechtsmidden kopen. En dan... geef ik een RM-RW kaartje en dan verkoop ik hem rechtsbuiten. Want dan kan je wel winst pakken op zich. Dat probeer ik nou. Zo, lekker dan. Die gooi je even erin. Even kijken, volgens mij heb ik daar wel wat minst mee. Kijk, even kijken. Bijvoorbeeld, ik heb nou 2 verkocht. Voor 1400 en hij heeft 13, dat is wel weinig. Oh. Maar dan koop ik die SAF voor 650. Dan gooi ik zo'n kaartje erop, die kost 2,50, dus betaal je 900. En dan verkoop je voor 1300, ja dan pak je ongeveer 300 of zo. Oké, moet niet meer. Dan pak je 300-400, dat is niet heel veel, maar ja. Als je dat een paar keer doet... Ik doe er ongeveer 100 op een dag. Nou, dan pak je gewoon 40k op één dag. Ja, doe het 1 week en je hebt 3 ton, weet je wel. Zo van... Ja, het is niet monsterbedragen, maar alle kleine beetje helpen, zeg ik altijd. Lekker streamen morgen. Ja, even die Messi packen die in vorm komt. Ja, we gaan het zien, man. 4 uur wordt bekend. Ga je lekker streamen voor 2 kijkers, pik? Kan toch niet, hé? Ik denk, je komt wel gezellig bij mij, maar je gaat voor 2 kijkers streamen. Nee, oké. Okay. Nee, oké, okay, Mark. Nee, oké. Okay. Toon is weer gezet. Even kijken. We hebben nog alleen deze, borrel en een ketel. Maar die is hoofdpijn, want ik mag maar 3 gouden, joh. Even kijken, hoor. Ik moet allemaal zilvers dus inleveren. Spelen hetzelfde lang, max 3 spelen. Oké, okay. We gaan even kijken of we hebben kunnen komen. Mag ook brons dan, of niet? Ja, oké. Okay. Gaan we even kijken. Zo. Weet je wat? We gaan wel eerst even kijken voor de cv's. Misschien als ik geluk heb, 3. Lekker pik. Lekker pik, misschien 3. Zijn er toch 3, hè? Kijk, jezus man. Even kijken hoe ik dit ga doen. Weet je wat, we maken het wel even zilver, want ik krijg er weer zware hoofdpijn. Oh wacht, oh lord, maar een paar die kan een lever ook, yo. Wauw, even kijken. Even nog een beetje opletten ook man. Spelers uit dezelfde competitie max 4, spelers uit hetzelfde land max 3. Zo, maar dan goed mijn best dan ook hier bij nadenken. Weet je wat, ik ga wel toch wel naar goud, joh. Wacht, Italië, dat is altijd goed. Heb ik een brons of zo? Oh, oké, dan gaan we naar goud. Italië of Frans? Als het allebei is, zou helemaal mooi zijn. Nou, jammer. Goedemorgen meneer, goedemorgen Plankton. Al gespeeld een nieuwe patch, net 1 potje rivals man, maar Paul, het ging zo traag, ik had geen zin meer. Heb Rashford gepakt, verkopen of ik denk morgen na de weekend geworden, dus een beetje in de avondtijden, dan zijn ze denk ik het meeste waard man. Heb ik überhaupt wel een CA joh, oh lol. Blijkbaar wel. Nog een spitsje. Oh je mag maar 3 gouden trouwens hè. Oh lol, dat kan. Oké. Een spitsje van Italië. Kijk eens. Alleen team geen 60. Hoe de fuck kom ik daar ooit aan? Moet even Zuid-Koreaans keeper hebben. Zo, wat krijg ik allemaal op mijn beeld, joh. Wat krijg ik allemaal op mijn beeldscherm? Even kijken. What the fuck? Welk land is dat dan? Korea of zo? Oh, lol. Hoe de fuck zit dat erin?
Even kijken. Ik ga 9 in de eerste week. Is dat goed of had geen... Ja, is het nog wel redelijk, man. Alleen, ik moet wel zeggen, de laatste 10 potjes zijn wel het moeilijkst. Maar is niet slecht. Zo, hoe de fuck? Republiek, joh. Sinds wanneer staat het helemaal zo lijp erin? Kijk eens, we moeten gewoon alleen even deze halen. Lekker dan. Alsjeblieft, een paar muntjes. Nee, joh. Nou, well, fuck it. Prima. Epic, wil je tussendoor een draftfinale rewards openen? Ja, dat kan. Heb je hem al gespeeld dan? Dat kan zeker. Even kijken, deze hebben we ook even gedaan, wat een migraine. Heb je al de rewards geopend? Heb je al de finale gespeeld dan? Ik zit volgens mij zelf ook in de finale. Voor de rest waren er niet echt meer SBC's. Hè? Ja, deze. Nachten op Kerkhof. Ik snap het niet, jongens. Dan krijg je fucking... Een token. Of zo. Of een emblem. Maar gewoon voor de rest niks. Over waarom zou je dat doen? Of is dat... Of doen heel veel mensen dat? Ik zou dat echt niet doen. Apart allemaal. Zo fucking veel van die... Ja, voor de rest heb ik... In principe alles al. 333 minuten. Sjoe, man. Wie heb jij op doel? Araloa, man. Maar het is tegen is beter. Maar die kan ik niet op full chemistry krijgen. Maar ik heb nou deze. Maar deze gaat er sowieso uit. Ik denk dat ik Alisson ga halen van het weekend. Ligt eraan of ik met Van Dijk ook speel. Ik moet even kijken hoe ik het allemaal ga doen nog. Hey, even kijken. Ik heb weer wat spelers verkocht. Lekker. Even kijken hoe ik met mijn punten ga. Want ik kan geloof ik bijna... Hoe zit het met jullie jongens? Hebben jullie al bijna Zaha? Ik kan bijna deze pack. Nou trouwens, 3400. Op 23k van Zaha. Ik weet niet of ik ga halen. Weet iemand of er toevallig ook in week 6 gaat komen? Ik zal even PSN doen. Of er een PSN... Een week 6 gaat komen. Anders heb ik echt geen idee. Of ik ga halen. Wanneer begint de Eredivisie weer? 11 november man. Dus maandag, over 10 dagen of zo? Nee, 12 dagen. Over 12 dagen of zo, man. Olé, Den Haag FC. FIFA Reality, yo, man. Morgen is de wedstrijddag, hè? Hé, dit is wat, man. Borden, oké. Spaans. Spaans is altijd shit, man. Luis Alberto, die heb ik al zo vaak gepakt, joh. Spaans is altijd shit. Nee, nog lang niet. Fuck die Saha. Oh. Daar had ik heb hem al. Bijna een week niet. 24k XP nog. Morgen, yo pik. Het is al middag. Maar leuk is je bed, man. Heb je geen fight, maat? Oké, ik ga eventjes. Ik koop er even nog eentje. Ik ga zo even kijken. Ik heb alleen geen headset hier ook. Daarom is het fuck. Hey! Dit zag echt. Oh, weer borden. Ik heb alleen geen headset nu. Wie is dit dan, joh? Podolski? Oh, Kroeze. Wat zeg ik? Podolski, what the fuck? Die heeft daar 5 jaar geleden gespeeld. Morgen Fortuna ADO. Ik heb gezegd 1-3, man. 1-3. Wat denk jij? Ja, ik heb geen party, Jaden. Dus ik kan niet... ik heb geen oortjes bij me. Dus ik kan geen... ik kan niet praten, toch? Ja, SBC's wil ik even zelf doen, eigenlijk, als ik eerlijk ben. Dus ja, ik hoor jou niet en jij hoort mij niet. Dus het is niet echt... chill, man. Zo. Kijken. Gaan we nog wat doen? Eens kijken, pik. Eens kijken. Draf finale heeft hij gewonnen net. Dus hij heeft een draf gewonnen. Doet hij al beter dan ik, want ik sta in de finale geloof ik. Of halve, een van de twee. Eens kijken. Show je team ook maar gelijk. Kijk of je een goed team hebt. Max van Dijk. Ik ben benieuwd eigenlijk. Je had goud 1 gehaald zijn. Vorige week had je geloof ik elite toch? Uit mijn hoofd, dus je kan wel spelen. Ik teken voor 1-3, maar ik verwacht een 1-2 of 0-2. Ja, zolang maar winnen toch? Kijk eens, 33e minuut, 3-0. Ah, het is beker, dus het enige belangrijke is dat we winnen. Al is het met penalties. Al zou het ook, ja, naar zijn. Omdat dan in het weekend moet je weer. Kijk eens. Oh lol, je hebt mij de controle gegeven. Lijp, dat vind ik lief. Dat vind ik lief, zonder dat ik het vroeg. 600.000 munten, wauw. Sovri, je hebt 650 potten gespeeld. Word je enge speler. Dat is nog vaker dan ik, man. Dat is nog vaker, het is het dubbele van mij. Yo, it is INL.
Hey, 50k pick en een goud pakket. Oké, decent, decent. Ik ga even kijken naar je team eerst, man. Dirty's 11, zo ouwe. What the fuck? Zo, Nainggolan. Wat vind je van Nainggolan? 10 potten, vind je chill of niet? Zeker als we maar winnen. Yo, Damon de Best, welkom jongen. Hoe ben jij gegaan in de Weekend League? Even kijken, Raja. Volgens mij is hij echt lekker, man, die Raja. Rashford vind ik echt kak. Fiera, zo, hij is wel gestegen. Animal. Zo, je hebt bijna hetzelfde team als ik. Alleen, ik heb Dalglish. En voor de rest hebben we... En Van Dijk. Voor de rest hebben we wat hetzelfde. Hij scheelt wel 2 miljoen. Daar niet van. Wat ben je voor aan het sparen? 6 ton, maat. Maar ik ga even die packs openen. Nainggolan is goed, maar zeker niet voor in de basis. Is je Sokko beter? Ik dacht dat Nainggolan wel beter zou zijn dan Sokko eigenlijk. Nou, dat is niks. Maar je hebt wel een live team, jongen. Ik zou er niet willen... Zo. Even kijken. Ik doe alles wel naar transferlijst. En dan gaan we een 50k pack. Zeldzame spelerspakket. Even kijken. Het zou leuk zijn als we tenminste een border krijgen. Walkout zou helemaal top zijn. Dan gaan we. Het is een walkout. Oké, 50k pack. Draft toe. Het is een Belg. Belg is altijd goed, zou je zeggen. Sia Mertens. Driesje Mertens. Oké, 87. Oké. Niet slecht. Tjoeme. Hemertje komt erin gelijk, Mertens hier. Niet slecht, denk ik. Sowieso winst als je 15k betaalt. Ik ga even kijken hoeveel die waard is. Lekker zeg. Ah, voor de rest is het wel poep, maar... Nee, dat kan niet. What the fuck is die zoveel? Nee, joh. Ojo, 100k vriend. Ojo. Sorry. Ojo, 100k. Ik dacht dat die misschien 30k of zo zou zijn. What the fuck, ouwe. Yo. Nou, dat is lekker, man. Dat is lekker. Yo. Nou, heb je 100k erbij. Geen probleem, maat. Packkoning. Als ik morgen een weekendlieke roos mag openen. En kijk wat er gebeurt. Maar, ja... Lekker man, laat maar even weten in de chat wat je volgende aankoop wordt. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Je hebt 700k dan, nu. Ah, ik denk Sissoko eruit of zo. Of Van Dijk of Son. Maar laat maar weten. Bedankt in ieder geval dat ik hem mag openen. Ojo. Nu wil ik gelijk ook die draftfinale spelen, maar goed. Ojo, Matt is. Ik dacht dat hij echt helemaal niks waard is, maar gewoon een ton. En ik maak net 18k verlies op het SBC, ojo. 26-4, had druk met qualifiers. Zo, ja, had ik ook, man. Ik was ook druk met qualifiers. Ik had 25-4, 1 van 2. Nee, ik had geloof ik 25-4. Ik had 1 pot over. Even kijken, ik kan het trouwens zien. Ik had geloof ik 25-4, man. Even kijken waar ik dat precies kan zien. Ja, 25-4 kan nog 1 wedstrijd over, man. Ja, man. Ik was druk met kwalificatie ook. Maar ja... Dit weekend is de kwalificatie vrij, dus dan gaan we het sowieso doen. Laurent Blanc wordt de volgende voor Militao. Voor Militao? Oh, 89. Maar inderdaad, met de 100k schrok ik ook van. Hoe laat ongeveer mogen je woords open? Ik denk, ja, ik weet niet of mensen op school zitten en zo. Maar het liefst doe ik het rond 11 uur, 12 uur. Ja, als er mensen op school zitten en dan niet kunnen aanwezig zijn vanwege share play, weet je wel. Dan kunnen we het ook wel later doen. Maar liefst ga ik om 11 uur al, toch? Lekker vroeg erbij. Jo, Laurens, ik ook 26-4. Lol, lijp. Je bent goed bezig, maat. Kijk, we hebben wat dingetjes verkocht. Dus ik ga eventjes weer... Even weer traden met Danny. Oh, lol, heb ik al omwisselen met dubbel. Oké, naar Club Antonio. Geloof ik dat ik echt bijna alles heb verkocht. Behalve een paar, dus. Oké, behalve die. Kijk, ik ben toch, ik doe maar 10 uur. Nou, 10 uur is een beetje te vroeg voor mij. 10 uur is een beetje te vroeg, maar... wat zeg ik? 11 uur, 11 à 12 kan wel, man. Ik denk dat ik dan gewoon live ga, fuck it. 2 ziekes in de chat. Zo, niet best, jongens. Wat hebben jullie allemaal? Griepje. Het wordt ook wel koud, moet ik zeggen. Zo zie je maar, Hazi heeft pack luck, behalve bij zijn eigen account. Dit weekend top 100. Bappie, ik hoop het, man. Maar je moet 30-0 halen voor top 100. Dat is het enige zo van, ja.
Het wordt strijden. 29-1 is niet meer genoeg helaas. Dus 30-0 moeten we halen voor top 100. Ja, het kan sowieso. Alleen moet ik het wel serieus nemen, want dit weekend ging kwalificatie voor. Was ik wel wat te zien aan mijn scoren. Maar goed. Oorontsteking, lol. Dat is niet best, maat. 28-2 gehaald, speelt dit jaar op Xbox. Daarvoor de PlayStation. Lekker, man. Is dat top 100 of niet? Lekker, man. Even kijken. Deze ga ik ook even erop gooien. Ga ik deze voor 2400. Pak nog best veel. Ja, we zijn coins aan het sparen, jongens. Ik ben aan het sparen voor Gullit, maar... ik weet niet of hij er ooit gaat komen, want die man is belachelijk, Duke. Ik ga zo eens even kijken voor de grap. Wat heb ik nog meer? Ik doe nog even deze erop. En dan vind ik het prima. Ik ben ook ziek. Wauw. Is niet best, maatjes. Is niet best. Zal ik jullie het ook nog aan mij geven? Even kijken. Yo, Joshua. Welkom, jongen. Welkom. Even kijken. Ik denk dat ik een C... Nou, dan doe je wel lang met de kater, maat. Het is al... dinsdag, zowat. Of woensdag. Nee, woensdag. Of je gaat door de week uit, dan ben je enger strijden. Kijk, Ruudje Gullit 90. Toen hij is nog duurder geworden. Maar hij was 5,4, man. Tering, gewoon nog 3 ton erbij, joh. Yo. Die gaat nog lang niet komen. Die gaat nog lang niet komen, dus. Nee, man, tegenwoordig is Xbox ook wel een 98 GNE, joh. Sebastian de Jong heeft ook een Elite. Ja, ik zag hem, man. 24-6, toch? Lekker bezig. Mijn kraakbeen afgeschud in mijn knieën. Zit nu aan de... Zo, maat. Wetenschap, man. Niet best. Zo, heftig allemaal. Zo. Ja, dat zijn geen leuke dingen. Net als deze pack. Dat is geen Madness. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Far van. Wauw, oude PSP. Zen 86 is maar 2. Wie is Zen, als ik vragen mag? Even kijken. Oh, Zen 86. Ja, klopt. Maar 86 is niet zo goed, man. Zijn 86 vind ik niet zo goed. Ik wil echt die 90, maar die is eng duur. Even kijken, doe even een no-look pack, ga even zo naar de wc. Kijk, zo wat terug op het heb. Eens kijken. Oh, lekker. Een doelman van 79. Kouman buiten. Ja, zie je maar. Ik loop hier al met vest aan alles, hè. Binnen. Jezus, wat is dit voor pack? Zo, voor je pack te mogen uit weekend. Ja, ik ben benieuwd. Weet die mensen wat mogen de informs kunnen zijn? Mensen zeggen Messi, maar ik denk het niet. Want Messi door de week goed speelde. Hé! Hey. Ah, borden. Ik dacht Valkoud. Wat is dit, Valkoud? Nee, nee, tuurlijk niet voor elkaar, wat zeg ik. Ik ken één in vorm, lol. Mina. Oké, okay, Mina. Die is, tenminste, die is 11k of zo. Oké, okay, decent. Nou, die is niet veel waard, maar goed. Toch 10k, zeg ik altijd. Kijk, hebben we nog teams die kan beoordelen, of... Dus nee. Dan gaan we deze pack openen. Dan gaan we dan denk ik... even kijken, draft of zo doen. Deze heb ik gisteren voor gestreden. Hè. 10 keer geliefd gewoon. Hè. Want ik krijg... een blauwe walkout! Oké, okay, die 10 keer geliefd is het waard. Frans! Oh, ik dacht spits. Oh! Benzema! Hé, hey, is de Benzema? 87 Benzema. Ik heb geen idee of die veel waard is. Oh, ik dacht MLP en zo. Oei. Ik weet niet of dit heel lekker is, jongens. Hé, hey, Ricardo! Liever was het waard in de party. Ha, en golf straf erbij. Benzema 87, wie heeft hij veel? Oh, ik dacht MLP of Griezmann ineens, hè. Ik dacht dat Griezmann ook CA was. Oké, twee blauwe zijn en dombelen. Oké. Alsjeblieft. Oh, joh, 15k of zo. Gaan we zo even kijken hoeveel die precies is. En dombelen? Hé, en dombelen is ook gewoon... Oh, laat me zitten.
Ik dacht even een MAP. Ik ook, man. Ik werd helemaal ziek in mijn hoofd. Nee, joh. Ik bewaar hem wel eventjes, Benzema. Kijk voor hoeveel die gaat. Ik heb weer wat verkocht, joh. Zo handig, gaat hard houden. Bij jou wel, ja. Ja, maar ja. Griezmann is toch CA dit jaar, of niet? Ja, man. Gelijk chagrijn. Ook niet. Ik zie 80 verschillende positiestijlen hier. Ah, Benzema. Hoeveel is hij, joh? 15 zeker, maar. Je mening is niet meer zo daarop, toch? Welke mijn naam veranderd, man? Naast 96. Zo, hij valt tegen, man. Maar maakt niet uit. Ik dacht eventjes wat geks, maar helaas. Oh, Griezmann is spits, lol. Ah, dat was wel jammer, jongens. Even kijken, ik ga even die Koreaatje nog even één keer erop gooien. Dan ga ik denk even draft spelen. Je kan altijd, als je teams hebt en die moet beoordelen, kan je een berichtje sturen naar Hazi96 met je team. Als ik me niet vergis, ben jij toch die SBC King? Packs gaan steeds beter. Hij is nu in vorm deze week. Ja, nu is hij links buiten of zo. Maar ja, jullie kunnen dus je team doorsturen. Die beoordeel ik dan. Oh ja, Korea. En ondertussen ga ik even één draft doen. Als ik die draft heb gespeeld, daarna ga ik even kijken welke teams ik allemaal kan beoordelen. Even kijken, wat is het? 2400 ga ik die erop. Hoezo 96? 96 is mijn geboortejaar, man. 1996. Ja, klopt. Ik had al mijn vrienden verwijderd omdat ik qualifier had, man. Kijk maar, ik had iedereen even verwijderd, man. Ik heb maar 10 vrienden of zo. Ja, ik had echt iedereen verwijderd. Ja, 10 of zo. Maar goed, even kijken wat hebben we nog verder. Verder hebben we niks meer, hè. Dus we gaan even een... Oh, ik zit in de halve finale. Excuses, halve finale. Ik zit die eikenswap te doen. Ja, dat moet ik ook nog doen, man. Dat is echt pokkenwek. Ik moet die rivals nog doen. Maar ja, we gaan eerst even deze maar spelen. What the fuck? Hoezo vind ik niemand? Ik ga even erin en eruit, want dat zal vast een glitch zijn. 1988 EK finale. Ja. What the fuck? Word ik helemaal eruit gekikt? Ik wou net zeggen, die servers liggen toch niet uit, hè? Ik voel Key met Eikenswap. Zo, die heeft ook al 14 of zo, toch? Of niet? Moeten nog 4. Ah, lekker, man. Weet iemand hoeveel dagen je nog die dingen kunt doen? Want binnenkort gaan ze vervallen, toch? En dan komen er nieuwe, dacht ik. Even kijken. Nou, daar gaan we. Tegen Puyol, de Boyos. Ah, die voorzitter is net alsof hij gewoon eigen team heeft, joh. Alleen, is gewoon een lekker team, man. Alleen die Trippier en Casemiro. Saul. Lekker, man. Nou, dan gaan we even kijken of ik nog wissels heb of zo. Ik heb deze eraf lang niet gespeeld. Zijn er nog grote lenkers waar je aan gaat meedoen binnenkort? Er zijn weinig lenkers dit jaar, man. Ze hebben het toernooi verleek met vorig jaar. Ze hebben als 2 kwalificaties geweest. Er zijn weinig lentoernooien, man, dit jaar. Alleen, Oh ja. Alleen E-Divisie, man. Maar E-Divisie gaat... Ja, ik weet niet of het al bekend is, man. Dus ik weet niet of ik dat kan zeggen. Maar E-Divisie gaan jullie nog veel van mij zien. Laat ik het maar zo zeggen. Even kijken. Maar Lent voor... Ja, er is nog geen lentenooi geweest ook, hè. Besef. Dit jaar zijn er niet zoveel. En de concurrentie wordt steeds groter, dus het is al moeilijk om te kwalificeren en er zijn minder toernooien. Logica is ver te zoeken soms. Zo, vriend. Deze uittrap is eng. Heb je het ook vaak gezien dat er zo'n glitch is? In het begin dat je de tijd niet ziet en de spelers namen niet en zo. Kapot hinderlijk, jongen.
Zo, ik weet niet wie die pass gaf, vriend, maar die mag er per direct gewoon uit. PD! Oei, keeper. Is al bekend. Oh, ja? Oh, lol. Is alles al bekend, joh? Lijp. Misschien geld opsparen volgend jaar zieke cups. Ja, wie weet. Ik heb geen idee nog, man. Ah, ze hebben dit jaar 6 cups. Alleen vorig jaar waren er echt. Ik denk wel 15 of zo. Daar moet ze niet heen. Oh, lekker goaltje hoor. Ik ken hem niet eens, die gozer die scoort. Ken hem niet eens. Lekker, dan ga je weg. Fuck, die Marcelo ziet er toch raar uit? Of zit hij er altijd zo? Ja, niemand gebruikt hem bijna, dus ik heb hem deze door, joh. Of ligt aan mij. Maar die valt wel op. Kut, man. Kut, man. Mag helemaal open daar ineens, joh. Oh, ze hebben het in mijn ogen, maat. Zo, hij zit ineens lijpen druk. Oei. Oké, interessant. Nou, dan gaan we. Daar gingen we. Zou ik morgen 4 mega packs in tradeboekjes zien? Ik weet niet, want ik ben nooit van de untradables eigenlijk. Maar kan je wel doen, maar... Ja, ik kies het nooit eigenlijk. Lekker pele. Ik dacht dat hij naast ging. Lekker pele. Hey, Yolanda. Ik weet even. Ik ben even. Owen. Dat jij ook altijd met een bakje op? Of drankje. Dat jij nuchter? Even een belangrijke vraagje. Want dat is een gek, hè? We houden wel van een borreltje. Tijdens de wedstrijd. Heb ik gehoord gisteren. Zo. Druk de doos hier. Sweaty? Lekker zeg. Eindelijk is de... Hij is 17 pik. Oh. Maar als hij 18 is, gaat hij het dus wel doen. Ah. Ja, dat is. Dus nu gooit hij nog niet zo goed eigenlijk. Er zit nog veel potentie in. Krijg je die melding van deze klote laptop, jongen? Oh, ja, kijk, nu gaat het helemaal mis. Ik zit niet op te letten, man. Even wegperen, want. Zo. Azuri is gek. Nou, kom eens. Kijk, dat is goed gevoetbald. Jongen. Normaal maar niet nodig. Ah, dat zeg je nu. Ik heb ook wel eens gedart. Nou, ik moet zeggen, als ik er een paar op had, dan de tellers waren niet veilig. Hoe bedoel je, Bappi? Hoe bedoel je precies? Bedoel je met Weekend League of ik snap niet helemaal, man?
eventjes de vierde maken, want wat hij zo de 3-2 maakt. Pelé! Nee joh, gekker dan niet. Nooit water drinken, kijk, dat is nou... Ik heb hier 2,5 liter watertjes, dus dat is al een foute boel dus. Hey vriend, kijk, nog iemand selecteert vandaag, of... Er is een patch geweest, maar... ja joh. Ik ga gelijk op terugvallen. Player switch nog steeds chaos gewoon. Ja. Ik vind op zich zaterdagavond de gameplay nooit zo slecht, man. Alleen... zaterdagmiddag is het chaos. Maar zaterdagavond vind ik niet zo slecht. Ik vind zondagmiddag nog slechter dan zaterdagavond. Ik ging juist 20-1. Nee, ik ging 20-0 dit weekend. Alleen toen ging ik zondagavond alles verpest. Nou, laten we even racequitten dan. Hij lief niet, joh. Ook al staat het 10-1. Niemand lief met deze FIFA. Die ging ik ook, jongen. Je maakt elk potje gewoon af. Zo. Gaat net goed. Speel jij nog FIFA? Hij is niet zo goed dit jaar, man. Keeper Weverget is eruit, hè. Gelijk mensen hebben het moeilijk. Nou, rennen, jongen. Rennen. Rennen! Zo, pas een 5 meter achter hem, grap. Toch ga ik binnenkort op 100, ik voel het. Ah, lekker man. Nee, ik bedoel dat we hem zaterdagavond uitgaan met kaarten spelen zonder... Ik speel met kaarten juist beter, man. Ik ben met kaarten beter, dus dat zijn smoesjes, man. Als ik uitga zaterdag, zondag, speel de sterren van de hemel. Ga je het zien? Yo, maar ik wil ook Renel, jongen. Lekker, jongen. Wat is jullie van het weekend gaan met de Weekend League? Als je had gespeeld dan, hè? Zo, we zijn het voor aanslagen, pik. Zo, dat is ook echt belabberd slecht, hoor. Even één avond. Oh! Kom op. Nou, lopen. Och, Pelé. Mannetje, als je deze mist. 18-5 en zaterdagavond niet meer kunnen spelen. Oh. Fucked up, man. Er zat er wel elite in, dus. Dat is wel jammer, maar ja. Komen nog genoeg Weekend Leaks. Wat moet ik zeggen? Ik ging van 20-0 naar 25-5. Dus bij mij was helemaal chaos. Van top 100 in je hoofd naar Elite 2. Goedjes. Zo, what the fuck. Ik glitchte hem helemaal gek. Deze man zit ook druk, jongen. Ik weet niet of hij tegen Hemid speelt. Nou. Eindelijk zeg, eindelijk. Het was een kleine inzakking, hoorde ik. Het was 17. Waarom? Nee, we hebben toch een reetje kwijt. Lang geleden, lang geleden. Dat kwam eruit, Weekend League. Ja, mijn Nederlands is niet het beste wat er is. Pes is nog niet merkbaar, Marcel. Ja, klopt man. Maar Dropback is ook gezegd dat dat erin blijft, hè. Ze hebben juist gezegd dat het druk zetten nog slechter wordt. Dus dat betekent dat ze juist tegen dat ze de muur blijft. Zeg maar, de nieuwe patch van Dropback is dat ze geen druk meer vooruit zetten.
Dus ja, eigenlijk is het wat alleen maar erger, want nu staan nog meer mannen achterin. Dus ja, ik weet niet of het chill is. Hé, hey, ouwe vriend, gaan we nog half uur die livestream, die laatste screen zien of wat? Straks krijg je loose. Oh, joh. Morgen zilver 2 geworden, is niks aan de hand. Die zijn OP, toch? Die zijn OP, man. Ik speel geen weekly league. Beter, man. Beter. Anders word je nog zieker in je hoofd. Even kijken. 4 dingen verkocht. Lekker, lekker, lekker. Kijk eens, jongens. Traden met Danny. Doe even die... weer naar mijn club. Even kijken, heb ik deze verkocht? Ja, is hem naar club. Korea. Antonio, Walcott. Maar Walcott niet verkocht. Deze ook niet. Oh, deze wel. Even kijken of ik nog een heen kan halen. Lekker, man. Rivals bedoel je? Ja, Rivals heb ik altijd nog gespeeld, maar ik zit in rang 4. Crisis, crisis. Van de zomer gaat Danny vlog op Mallorca. Dan gaan we wel groeien op YouTube, denk ik, man. Als we dat gaan doen. Denk je niet? Dan gaan we wel views pakken. Even kijken. Pompen even een paar erop. En dan, even kijken. Dat overtreft. Ik doe daar geen uitspraak over. Ik doe daar geen uitspraak over. Maar ook van alle leeftijden thuis. Ook 31-jarigen zijn welkom. Even kijken, wat is dit? Ja. 2400. Vind ik een mooi bedrag. Kijk, fuck it. Ik ga nou even die draftfinale spelen. En dan kijken wat we zo daaruit kunnen krijgen. Nog even één keer winnen en dan hoop ik we krijgen wat leuke dingen. Oké, okay, Dorglish, Giggs, Insanity Milan. Zou misschien wel Nederland zijn. Ja, ja jongens, gek geweest. Ik ben toen al een mooi weer, want als ik gewoon naar buiten kijk, jongen, ik heb maar koud. San Siro, echt een Milan strijder, joh. Misschien Italiaan dus. Kijk, deze gozer komt erin en Neymar Junior. Maar even de finale winnen en hopelijk ook met iets kunnen packen. Gewoon een ton houden. Hoor je zo. Weer die klistjes, dat je niet kan zien de tijd en zo. Is dat? Doe maar gelijk uit, joh. Doe maar gelijk uit, joh, want ik vind dat vervelend, man. Zo, hé. Ging ik even bos? Oh, ik was wel los gewoon. Matig zeg, wat matig. Dat is mijn verdediging, joh. Zo, ik word van de midden getrapt, man. Oké, kom op, man. Even deze finale winnen. Anders alles winnen voor niks. Volgens mij als je verlies krijg je nog altijd baggere rewards. Als je wint kan je nog 50k per krijgen. Zo, muurtjes aanwezig, mat. Tjoh, man. Hey, Hemet, ben je thuis of ben je op werk? Of ben je online of niet?
kijken. Nee joh. En die Ronaldo kan niet draaien, man. Oh, Dinho, die is niet zo goed, hè. Oh, joh, gat, jongen. Zo. Oh, lijp. Lijp. Oh. Lekker, man. Ik ben weer helemaal scherp. Gelukkig heeft hij ook geen bunker of zo. Vandaag thuis, man. Vrijdag opmaken. Lekker, man. Gaan we zo party of ga je zo pleiten? Moet weer lekker Scarbattle Rewards doen, hè. Altijd zo leuk. Maar ik gun dat mensen niet om te kijken, want dan word je depressief. Scheids. Oké. Gaan we lekker Scarbattles voor de Icon Swaps. Het leukste wat er is van FIFA 20, jongens. Scarbattles. De minste frustraties komen dan namelijk omhoog. Is goed. Sterk, neef. Ga je zo even Icon packen? Nee, we... Ik moet me eerst even deze gozer afmaken, want ik kom er niet uit, joh. Yo. Yo, yo. Ik weet niet wat mijn defense doet, maar het zal weer. Je hebt geen oortje, klopt, maar we gaan bellen met elkaar. Ik heb zijn nummer. Ze relive, maar ik ken hem in het echt. Dus ik bel gewoon met hem. En jouw nummer heb ik niet, dus ja, dat wordt lastig. Heb ze alle 12 al, pik? Je bent geen mens. Hoe dan? Ik moet er nog... Maar vriend, daar heb je sowieso een rivals geen punten meer over. Ik moet er nog... te veel, laat ik het daarop houden. Scheids, man. Ik geloof dat ik er nog 6 moet, man. Of 7. Yo, Tijn Bekker, jongen. Welkom, welkom. Zo leid, man. Voorzet, dat wordt nog wat. Kop is dit jaar zo slecht, hè. Oei, oei, oei. Grote tip. Geef 25 kop in Rijfels en je doet er 3 uurtje over. Ja, ik kan net potje Rijfels 2050 punten. Speel ik gelijk. En als je mijn team ziet, ga je gewoon lachen dat ik daarmee gelijk heb gespeeld. Maar ja. Nee, we gaan gewoon strijden in de 2000 punten met Rijfels. Om het te halen. Waarschijnlijk zullen we wel een hoop emoties van loskomen. Yo, Gijs Bergvoet. Welkom, welkom. Oh, lol. Ik dacht dat het rust was. Zo, daar moest hij niet heen. Kom eens aan, hé. Zo, en Laporte? Dat vind ik knap. Dat vind ik knap. Laporte, mannetje. Wat is dit nou weer allemaal? Wat heet het? Even kijken. Rust. Oh, drama pop, maar maakt niet uit.
Dan gaan we maar drukken. Even kijken. Juist. Gebalanceerd is prima. Nog een wissel toevallig of... Want die Diegen kan er niks van. Oh, lol, we hebben afgetrapt. Mooi, mooi. Eens kijken of we het nog even kunnen omdraaien. Nou, zo niet. Zo, hey, wie is dat dan, joh? En Didi. Ik zie weer allemaal namen dingen doen. Carlos. Je laat me in de steek, maat. Zo, ik wou net zeggen, maar dat hij hem wel maakt zo. Bij het spel zeker ook, ja, wauw. Nou, come on. Zo, ik klik op kruisje, maar maakt niet uit. Oh, Koeman. Wat doen mijn eikens achterin, joh? Koeman en Puyol op de kloten, man. Zo ga ik hem nog misschien verliezen, ook omdat ik hem in zijn voeten gooide, joh. Als we even niet aan het opletten, gelijk wordt gestraft. Nou, als je hem niet binnenhoudt. Wat een kut goal is dat. Maar die telt ook! Hey! Nee joh, kick-off man. Oh, keepertje hoor. Die zag niet aankomen dat hij die zou hebben. Wauwe. Ha, Traoré, maat. Loopt toch in die lijn? Maat, je bent toch snel of wat? Waar loopt, lopen allemaal spelers, joh? Allemaal buitenspel, zo wat. Zo, we staan aardig aanvallend, maar hij staat aardig verdedigend. Dan moet ik zo even aanpassen. Kijk, dat is toch lekker. Dat is toch lekker. Danny wil mijn team beoordelen. Kan denk ik wel hierna, man. Even kijken. Eventjes wat verdedigende staan. Want ik sta veel te aanvallend, joh. Zo. Yo, fucka bro. Yo, Mark, jongen. Welkom, welkom. Lekker, man. Gaan we hem toch nog misschien toch winnen? Had ik niet verwacht eigenlijk net. Nou, dat is nog 20 minuten. Dat is lief. Ah.
Als je nou weer kick-off maakt, hè? Want ik had hem al afgepakt. Finale inderdaad, man. Dus we moeten eventjes, deze moet ik even winnen eigenlijk. Zo, vriend. Ik zie weer 80 man drukken. Oh, lol. Oh, zo jammer dit. Zo jammer. Doei. Goeie aanname, pik. Goeie aanname. Shit. Wauw, man. Ik ben aan het kloten, joh. Ik moet het even afmaken. Zo, daar gaat hij. Ik trap hem gewoon door midden, hoor. Oké, ik kan er lang niet bij. Lekker keeper, jongen. Geen stress. Kut, man. Die moest... Oh, lekker. Eindelijk, zo. Eindelijk, gaan we, hoor, oh, jongens, even stressen, hè, maar. Wat doet mijn team nou weer, joh? Zie, die verdedigers zijn zo traag als stront gewoon. Dat is toch best belangrijk, pace in dit spel. Nee, die Koeman ben ik geen fan van, man. Shit. Ja, slecht van mij, zeg. Zo, wat een bal. Scheids. Waar moet ik heen sturen? Ik kan wel naar HC96, man. Wat gebeurt hier allemaal? Blijf maar lekker, hoor. We hebben nog weten te winnen, gelukkig. Oh. Hopen op goede packs, inderdaad, man. Inderdaad, dat is het belangrijkste. What the fuck, hij lekt. What the fuck is dit? Kijk deze vries. Gaat super traag, man. Heeft die gozer een glitch of zo dat het ineens zo traag gaat? Of is de hele pot niet zo traag gegaan? Zo, heel eng. Ik kan ook niet doorklikken. Normaal kan ik altijd gelijk doorklikken. What the fuck, ouwe. Hebben jullie het wel eens gehad, jongens? Ik weet niet wat ik moet doen. Spam, voelt die kruisje helemaal kapot, man. Wat de fuck? Hij staat gewoon stil, Fries. Yo. Ah, oké. Okay. Moest al de middelsknop drukken, dus. Oké. Okay. Dat was even lijp. Ik denk dat die gozer helemaal gereedje kwijt is, omdat hij de finale heeft verloren. Ah, balen, man. Wat krijgen we? We krijgen... Ah. Deze krijg ik zo vaak, hè. Slechtste pakketten die er zijn. Oprecht, de slechtste pakketten die je kan winnen als je... Ik kan weten of we de finale verliezen. Ja, sprakeloos, man. Sprakeloos. Echt. The fucking walkout had een 5k pakket. Kellini of zo? Uit een 5k pakket? What the fuck? Bonucci. Ja, Bonucci is dan niet zoveel waard. What the fuck, ouwe. Packluck is aanwezig. Eén na slechtste. En welke is nog slechter dan Jaden? Welke is nog slechter? Ik dacht dat dit de slechtste was, maar oké. Okay, oh, en jager, oké. Okay. Zo, gewoon 15k uit deze pack. Yo, gratis. Wat is deze instinct? Nou, dit is 5k, Bonucci is 9, is 14 en 15 munten. Yo.
kijken. Doen we goed. Je geluid is loesoe. Ja, ik heb volgens mij nu aangepast, man. Krijg je nou weer een walkout? Oh, oké. Okay. Het zal te bizar zijn geweest. Anker, oké. Okay. Anker is ook gewoon wat waard. Even kijken. Volgens mij 2 zeldzaam goudpakket en 2 7,5k pakket. Ah, oh, oké. Okay. Maar het is wel even waard. Even kijken. Ik ga even teams beoordelen nog. Daarna open ik die laatste packs. Oh, en de bullet. Oh, de bullet. Oké, okay, oké. Okay. Skate teampie. Nee, grappig. Fernandinho, what the fuck? Hoe is het Fernandinho? Oké. Okay. Voor Ben Yedder, joh. Nou, als je Ben Yedder wilt houden, dan kan je daar niks aan veranderen. Dat moet je wel zo doen. Ik zou sparen voor Son, man. Denk ik. Ja, sparen voor Son. In plaats van Rashford. Rick Vriesema. Eens kijken. Oh, je hebt Koeman, 88, hoe bevalt hij? Ik ben benieuwd naar hem. Ik had net die 85, die vond ik niet zo heel chill. Ik ben benieuwd, helemaal benieuwd hoe hij eraan komt eigenlijk. Voor de rest ziek team, alleen Aguero ben ik niet zo fan van, man. Aguero ben ik niet zo fan van. Maar ja, wie moet je daar neerzetten? Aubameyang misschien. Lastig, lastig. Neem mijn team. Lekker, man. Even kijken. We hebben wat dingen verkocht, geloof ik. Zo, kapot veel weer. Kijk eens, hij is nu al verkocht. Ja, gekaart. Lekker, hoor. Maar jongens, even kijken. Open de laatste packs. Als ik morgen jullie weekend gehoors mag openen, volg me op Insta, Danny Hazenbroek. Dan laat ik zien hoe laat ik live ga. Waarschijnlijk rond een uurtje of 11 of 12. Als je dan ook toevallig thuis achter de PlayStation zit, kan ik ze openen via SharePlay. Zorg wel dat ik een headset bij me heb. Dan kunnen we dat gezellig samen openen. Het zou chill zijn als dat mag. En nu openen we deze twee pakketten nog. Dit is een border. Ah, oké. Okay. Prima. Prima. Braziliaans, dat kan. Ah, CVM is fucked up. Of Fabinho. Nee. Tuurlijk geen Fabinho. Tuurlijk krijgen we geen Fabinho. Lucas Leiva krijgen we. Hij is goed, man. Zo snel. Oh, dan moet je hem zeker houden, man. Nee, natuurlijk krijgen we geen Fabinho. En deze goudspelers premium. Kom op, man. 25k, dat kan nog wel wat leuks zijn op zich. Nee, niet eens een borden. Nee, dit was helemaal fucked up. Maar ja, helaas, helaas. Maar ja, jongens, zoals ik al zei, morgen rond uurtje of 11:12 stuur me even een een Insta DM als ik jouw rewards mag openen. Maar dit was even een korte stream. Morgen ben ik van plan 2 of 3 uur lang live te gaan. Gewoon alle rewards te knallen. Dus dan gaan we volle bak. Dit was even kort. Ja, gewoon even gezellig doen. Maar ja, morgen zorg ik dat ik een headset bij me heb. Dan gaan we volle bak vlammen 2-3 uurtjes. Nu ga ik er even vandoor. Wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Volg me op Insta. Danny Hazenbroek. En dan wens ik nog allemaal een prettige dag. Tjallas.